oud in de jaren 50. Als gymzaal met podium erin. Heel wat artiesten stonden hier op deze planken. En het publiek had goed naar de zin. Na een paar jaar toen weer rieten klien. Er kwam een stuk aan de hitte foyer. Toneel, carnaval en ook beurzen. Zelfs Sinterklaas die was hier tevreden. Maar van de concertzaal nemen we afscheid. We gaan hem verlaten, het was een fijn gebouw. Want rood en lief kon zich hier goed vermaken. En daarvoor concertzaal bedanken we jou. Op een dag, toen kwamen de plannen. Het heel Milcentrum werd heringericht. Ook de concertzaal die gaan we verplaatsen. Recht voor het gemeentehuis, dat is een mooi gezicht. Er weer gebouwd en flink gewerkt. Over een paar weken dan is hij echt klaar. Voor het laatst dan wij hier op deze planken. En dat voelt toch echt wel wat raar. Maar van de concertzaal nemen we afscheid. We gaan hem verlaten, het was een fijn gebouw. Want rond en kon zich hier goed vermaken. En daarvoor concertzaal. We terug op al die jaren, dan was de concertzaal toch niet zo verkeerd. Maar goed, nou gaan we verhuizen, maar was ons er zoveel mil weert. Maar van de concertzaal nemen we afscheid. We gaan hem verlaten, het was een fijn gebouw. Nemen we afscheid. We gaan hem verlaten.